Yo Fanco Gamers, Lars hier. Welkom terug bij een gloednieuwe aflevering van Minecraft Survival hier op Fanco Games. En jongens, smash meteen even een like op deze aflevering. Want vandaag wil ik met jullie namelijk gaan werken aan de allergrootste farm in deze hele wereld tot nu toe. Namelijk mijn graanfarm. En die graanfarm die moet zo groot worden dat die niet eens hier in de buurt past. Daarom hebben we met z'n allen besloten dat we dat op een hele andere plek gaan doen. Namelijk daar aan de overkant van het water. Daar moet die komen. Alleen voordat we dat voor elkaar kunnen krijgen, moeten we natuurlijk eerst allemaal bomen slopen. We moeten dingen water moeten we opgelopen vullen. Dus voorlopig hebben we nog wat het een en ander te doen. En ik denk dat het verstandig is als we eerst even naar bed gaan. Want ik heb alweer zo'n donkerbruin vermoeden. Als we dat niet doen, dat we zo meteen bezoek krijgen van een of andere ghast, creeper, andere ongure type. En daar houden we natuurlijk niet van. Als je een farm gaat aanleggen, een graanfarm, wat hebben we dan nodig? Laten we eens eventjes een lijstje maken. Een boodschappenlijstje, wat hebben we nodig? Een bijl, sowieso, want we moeten natuurlijk bomen omhakken. We moeten dirt hebben om het water op te vullen. We moeten heel veel hekjes hebben. Nou, volgens mij hebben we die niet echt meer. Dus die kunnen we dan weer mooi maken met het hout. Hey, recycling. Altijd goed. En dan gaan, denk ik, hè, om in de grond te stoppen. Dus, laten we eens even checken. Hebben wij nog ergens een bijl? Gewoon ergens een kleintje. Hoeft niet de grote te zijn. Gewoon een hele schattige, schappelijke bijl. Ik zag hier net een paar ijzerdingen liggen. Dus let's maak een bijl. En eens even kijken. Een gloednieuwe. Een super scherpe. Echt een super goede bijl. Hopsakee, Iron Axe, komt ie maar mee. Die gaan we erin gooien. Dan, ja, laten we dat eerst maar eens doen. Laten we gewoon eens eventjes stap voor stap de boel gaan aanpakken. In plaats van dat we weer 36 dingen tegelijkertijd doen, gewoon even stap voor stap de dingen uitvoeren. Eerst het een, dan het ander. Eerst het zoet, dan het zuur. Of andersom, eerst het zuur, dan het zoet. Ja, eerst het zuur, dan het zoet. Zo werkt het. Eerst hard werken en dan vervolgens een schitterende farm. Dat is uiteindelijk hoe ik het hebben wil. Beetje jammer voor de bomen trouwens wel, maar ja, hey. Voor de glorie van mijn Minecraft-wereld moeten die bomen gewoon opbokken. We kunnen ze trouwens ook in de fik steken. Is misschien ook wel leuk. Kunnen we een beetje fikjes stoken. Maar voordat je het weet, fikt het hele bos af. Is cool. Laten we dat doen. Is veel leuker. Whee! Let's steken het hele bos in de hens. Dat schiet tenminste op. En daar heb ik geen hout trouwens. Ah, boeiend. Halen we wel ergens anders hout. Ik wil een beetje actie. Ik wil een beetje actie in deze Minecraft-serie. Hopsakee. Jullie houden van actie. Ik hou van actie. Jullie houden van vuur. Ik hou van vuur. Let's burn the woods down. Dat is hoe we het graag willen. Waar is mijn flint en steel? Want ik heb volgens mij nog wel ergens een flint en steeltje liggen. Waar is mijn... Nou, dan maken we gewoon een nieuwe. Want ik ben lui. Hopsakee. Flint. Steel. Flint en steel. Let's burn. Burn, motherfucking burn. En branden zal het. Als een kaars in de nacht. Eigenlijk wel jammer dat ik er nu ben gaan slapen. Ach ja. Met een beetje mazzel fik ik het nog wel een paar uur. Kijk, er staat daar ook nog een... Waarom staat die skeleton daar te chillen? Het is snappad verdorie daglicht, vriend. Jij hebt hier helemaal niks te zoeken. Jij moet er lang en breed weer in de creeper hell zitten. Of zo. In de skeleton hell. Daar moet hij zitten. In de skeleton hell. Oké, nou. Misschien kunnen we hem wel... kapot fikken. Zullen we het proberen? Let's proberen omdat we die creeper kapot kunnen fikken. Hoppakee, burn. Burn, motherfucker, burn. Auw! Sheesh, levensgevaarlijk dit. Auw! Uh-oh. Help. Paniek. Mijn hele wereld ruimt zichzelf op. Dat is wel lekker efficiënt. Hey, het is efficiënt. En ik hou van efficiëntie. Misschien moet ik een emmertje water klaarzetten, just in case. Op zich ruimt het wel lekker op. En ik hoop eigenlijk stiekem dat het niet bij mijn land kan komen. Er zit natuurlijk wel een groot water tussen, hè. Dus als het helemaal via die kant gaat... Gaat mijn huis afvikken, ja of nee? Als dat zo is, word ik depressief. En is dit waarschijnlijk het einde van de Minecraft Survival serie. Deze moet ik fikken. Hopsakee. Branden zal je boom tot in de hel. Hopsakee. Branden met je hoofd. Als die kippen dan maar een beetje uitkijken. Dan zijn we zo meteen gebakken kip. Is voor sommige mensen heel positief. Voor mij wat minder. Ik wil namelijk minder kip laten sterven in deze wereld. Deze kan er een beetje... Branden met je hoofd. Branden met die bomen. Wat een grote fik. Hoppakee. Oh, kijk uit voor... Ja, sorry, wolfje. Ah, oh, hij is sneu. Hij lacht er nog wel bij, maar diep van binnen huilt hij. Dat is zijn hele wereld aan het... Auw! Jezus. Ah, nee! Nee, 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 nee! Nee, wolfje! Oh, no! I killed my wolf!
Oh, please. Dit was niet de bedoeling. Oh, arm beestie. Ik wilde hem met water in mikken. Maar volgens mij heb ik hem expres in de fik gestoken. Want ik sloeg hem met mijn flint en stiel. Dat was niet heel slim. Arm beestie. Oh, dat is toch sneu. Ik vind dat sneu. Dat beestje had dat helemaal niet gewild. Die kwam alleen maar kijken wat er nou weer aan de hand was met zijn wereld. Au, 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 au. Pijnlijk, au, 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 heet. Oh, op zich. Ik had het niet zo snel allemaal weg kunnen hakken. Dat had niet gelukt. Dus dat branden is wel een goed idee geweest. Nu moeten we alleen nog zien te zorgen dat het brand ook stopt, zeg maar. Dus vanaf hier mag die wel stoppen. Stop met fikken. Stop met branden. Ik ben de brandweer. Niet doen. Dit moet niet in de fik vliegen. Dit is de laatste boom die weg moet branden. In dat geval heb ik het wel keurig netjes begrensd. Dit is namelijk precies hoe ik het hebben wilde. Hapsakee, dit is de laatste, hè? Ja, grote brandende palen. Beetje zonde van het hout. Maar dat weegt ook weer op tegen de snelheid, hè, waarmee het gebeurt. Als ik dit in 26 afleveringen had moeten doen, dan waren we over 6 weken toen niet klaar geweest. Dus dit is eigenlijk wel een goed idee. Hapsakee, deze weg. Zo. Dan moeten we, de rest, moeten we natuurlijk netjes gaan opvullen. Want het mooiste is natuurlijk wel als het allemaal op hetzelfde niveau groeit, hè. Dat zou allemaal wel het mooiste zijn. In plaats van dat het ergens eentje heel hoog groeit en eentje heel laag. Dat is niet mooi. Ik wil gewoon een mooi gelijkmatig veld wil ik hebben. En misschien is het beter om die flint en steel even in mijn inventory te stoppen. Voor het per ongeluk nog meer afvikt. Dat willen we natuurlijk niet. Hier, kijk, hebben we toch nog een stukje hout. Hapsakee. Ja, sorry kip. Het spijt me. Het moest even. Kijk, hij kijkt naar de bloemetjes. Oh. Hij legt een krans voor zijn gesneuvelde bos. Sorry kip, het was niet zo de bedoeling. Dat was trouwens wel zo de bedoeling. Maar goed, dan weet die kip niet. Geef mij deze. Hapsakee, deze weg. Zo, hapsakee. Laatste stukje, klaar. Zo, deze ook nog bij mij mee. Mooi. Ruimte, ideaal. Het eeuwig brandende blokje. Wat is hier aan de hand? Waarom ga jij niet gewoon weg? Net zoals alle andere blokjes. Dat vind ik raar. Het eeuwig brandende... Oh, daar gaat hij. Oké, ik dacht al, joh. Misschien is dit een heilig blokje in Minecraft. Dat zou kunnen. Ga je nog weg of blijf je gewoon voor eeuwig hier hangen? Wat is dit nou weer voor onzin? Ja, goed zo. Morgen zeg ik, denk die blijft echt voor eeuwig hangen. Heb ik weer. Dan moet ik natuurlijk weer een altaar maken. Van het heilige blokje gaat niet kapot. Allemaal onzin. Eens even kijken. Wat gaan wij allemaal doen hier in deze wereld? Want we hebben natuurlijk nu ruimte, maar nog niet echt heel veel. Want dit moet bijvoorbeeld allemaal opgevuld worden. Als een tandarts, maar dan anders. Dus dit moet allemaal zo. Hopsakee, dit wil ik trouwens sowieso meenemen. Want dat is klei. En klei is voor mij. Ik ben de Vaco en ik speel met klei. Dus geef maar hier. Misschien dat we binnenkort dan ons huis kunnen gaan upgraden, jongens. Een nieuw huis. Een groter huis. Een landhuis. Dat zou op zich best wel cool kunnen zijn. Zou op zich best wel mooi kunnen wezen. Wij moeten als een echte Nederlander dit een beetje indammen. Zo. Dan trekken we even een afsluitdijkje. Hupsakee. Dat doen wij namelijk ook als Nederlanders. Dat kunnen wij gewoon vet goed. Afsluitdijken bouwen. En dan dit wordt allemaal dirt. Als ik tenminste genoeg dirt ervoor heb. Waarschijnlijk heb ik het niet. Maar toch, hè, we kunnen een beginnetje maken. Je moet, oh, sorry. Je moet ergens een beginnetje maken. En als je dat niet doet, ja, dan begin je gewoon niet. Dat is niet handig. Zo, hapsakee, heb ik nog meer dirt? Ik heb nog meer dirt, tuurlijk. Ik kwam voor de verandering eens een keertje voorbereid. Is ook wel een keertje leuk. Het hoeft trouwens niet helemaal tot op de bodem, hè. Misschien telt het dan zelfs nog wel als water in de buurt en groeit je graan extra snel. Misschien wel hoor, misschien ook niet. Misschien dat de graan gewoon zegt van, joh, boeiend. Want er moet sowieso toch nog eentje hoger. Tot dat niveau moet hij namelijk uiteindelijk. Nee, wacht nou even kip, jongen. Even geduld. Ik ben nog niet klaar. Ja, maar binnenkort mag je zoveel zaad eten als je wilt. Klinkt heel fout, maar die kip die snapt hopelijk wat ik bedoel. Zo, keurig. Dan, dit moet eventjes wat hoger. Dus kip, even move. Even aan de kant. Ga even zwemmen of zo. Ga even zwemmen. Speel even eend. Is goed. Hoppakee. Hashtag optieven met eenden. Netjes hoor, netjes. Ik vind dat ik goed bezig ben vandaag. Ik ben productief. Ik ben efficiënt. Ik heb alleen geen dirt meer. Dat is een beetje jammer. Hey, ei. Poef. Oh, wat?
Oh, wacht, die moet ik dan eens niet kapot gooien. Die moet ik bewaren. Want die moeten we ook allemaal nog hebben binnenkort. Oh, man. Ik bedenk me denk ik, we moeten natuurlijk allemaal nog koeien hebben en varkens en dat soort meuk. Moet ook allemaal nog. Jeetje, mijn kreetje zeg. Hoop te doen de komende tijd. In deze Minecraft survival wereld. Er moet nog zoveel gebeuren. Als je echt alles op een rijtje zou zetten, word je echt moe van hoeveel je allemaal door moet doen. Hopsakee. Misschien dat ik binnenkort weer eens een keertje een livestreamtje moet doen. In het weekend of zo op Twitch. Mocht je hem trouwens nog niet volgen op Twitch, staat een linkje in de beschrijving. Als je even op dat linkje klikt, dan kom je op mijn Twitch-kanaal uit. Twitch.tv/VacuumGames. En als je me daar ook even volgt, dan krijg je gewoon automatisch meldingen van nieuwe livestreams bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld dus van Minecraft Survival. Want die moet ik binnenkort wel weer gaan doen. Ik moet trouwens wel eventjes wat dirt hebben hoor. Hopsakee. Zo, waar is mijn dirt? Ik heb vast al... Ja, 3. Nee, dat schiet op. Hier, kijk. Now we're talking. Hoppakee. Nou zijn we echte Nederlanders. Hier kunnen we de boel mee opvullen. Hebben we hier nog wat? Zand. Nee, zand willen we niet. Dat groeit er voor geen meter. Hier nog 2. Nou, vooruit. Dan weet ik wat wij morgen gaan doen. We gaan morgen echt... Boeren. Dat is niet netjes. Excuus voor mijn onbeschofte gedrag. Ik weet wat wij morgen gaan doen. Wij gaan als een stelletje echte Nederlanders een stukje water inpolderen. Verderop, dat hebben we net gedaan, een stukje, dus dat ging hartstikke goed. Kunnen we natuurlijk voor een groter gedeelte. En dan kunnen we hopelijk morgen misschien ook alvast beginnen met het aanleggen van de echte farm. En dat wordt een van de grootste projecten tot nu toe in deze Minecraft-wereld. Mocht je het leuk vinden, zorg ervoor dat je abonneert. Zorg ervoor dat je het belletje aanklikt. Zorg er dus ook voor dat je me volgt op Twitch. Twitch.tv/VacuumGames. En voor de rest, jongens, hoop ik jullie natuurlijk gewoon morgen weer te zien. 7:30 hier op VacuumGames. Voor de volgende aflevering van Minecraft Survival. Mazzel!